We zitten alweer op de derde training van de week. Heb je een goede zondag gehad om even terug te gaan naar vorige weekend? Ja, nou ja, je weet dat AFC een zware uitwedstrijd heeft naar de treffers. Daar moeten wij trouwens ook nog heen. Maar het is natuurlijk wel altijd lekker als die keeper in de laatste minuut nog een strafschop pakt. En dat je dan op gelijke hoogte komt. Maar ja, je weet, de competitie is nog lang. Er komen twaalf loodzware wedstrijden aan. Maar je staat waar je staat. En we staan bij de bovenste. Nou ja, de doelstelling is om die stap naar die top te maken. En dan heb ik van de week al gezegd: van ja, op het moment dat je daar staat, dan wil je natuurlijk meer ook. Afgelopen, even kort terug naar afgelopen zaterdag, een uur goed voetbal. Het laatste half uur een beetje verslapping. Wat hebben je ermee gedaan deze week? Nou, we hebben de jongens, zoals we iedere week doen, wat, be wat beelden laten zien. En ook met de jongens erover gesproken, want juist in die fase, je weet dat zo'n jong elftal conditioneel sterk is. Nou, die geven we nog wat extra gasten bij. Ja, en, en dat vond ik bij ons dat het te gemakzuchtig werd. En we gingen de moeilijke oplossingen zoeken in plaats van simpel te blijven voetballen. Ja, en dat is gewoon het moeilijkste wat er is. En dat, dat probeer je op trainen met de jongens ook altijd te zeggen, juist onder die vermoeidheid om simpel te spelen. En uh, dat valt niet altijd mee, maar daar was wel uh, he, vond ik zelf het grootste euvel voor het laatste half uur. Door we die bal niet meer in de ploeg konden houden. En uh, nou ja, dat, uh, dat moet de volgende keer beter. Maar Kieton brak zaterdag, dat is niet door ons nagevraagd. Maar hij was ziek, begrepen? Ja, klopt. Severo was ziek de hele week vorige week. En uh, nou, die is deze week eraan gesloten. Dus uh, prima. He, want uh, ja, in deze fase is natuurlijk een, een breedte van de selectie ook heel erg belangrijk. Nou, je hebt het gezien, Ali is weer ingevallen. Eh, eh, er hebben gisteren wat jongens gespeeld in de tweede om wat ritme op te doen. Nou, ik denk dat dat alleen maar goed is, want eh, je hebt elkaar allemaal elkaar nodig. Je had alleen een verdediger bij je, hoort het kunst. Heb je nog overwogen om niet Kortje mee te nemen? Jawel, maar dat is een, zijn keuzes die je maakt. En uh, we kunnen natuurlijk met onze middenvelders kunnen we ook nog wel wat, wat schuiven. Hè? Met Gillian naar achteren, Jeffrey kan natuurlijk diverse posities in de verdediging. Shannon kan diverse posities. En ik vind het uh, belangrijker dat Janik ritme op doet. Om um, um nu hele wedstrijden te gaan spelen. Zodat hij zometeen weer uh, bij ons aan kan sluiten. Zaterdag wacht Jong op City. Uh, voor ons een grote onbekende ploeg. Uh, kan je iets meer over vertellen? Ja, nou ja, zo zie je wat we iedere week doen, dat je beelden bekijkt. En uh, ja, dan heb je natuurlijk vanaf afgelopen zaterdag gezien tegen GVV. Ja, en wat ik daar gezien heb is het wel een elftal wat, uh, wat ervoor gaat. Het zijn jongens die niet opgeven. Ze hebben GVV eigenlijk geen schijn van kans gegeven. Dus ja, wat dat betreft moeten we dat absoluut niet onderschatten. En in die positie zitten we ook helemaal niet, want zij vechten natuurlijk voor een laatste kans om. Eh, eventueel nog bij eh, Jong Vitesse te komen om, om er zo in te blijven. Dus ja, wat dat betreft, zijn dat gewoon hele lastige wedstrijden. En, uh, eh, maar ik vind wel, op het moment dat wij ons eigen niveau halen, eh, dan, 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 dan moeten we deze wedstrijd winnen. En, en deze wedstrijd mag je ook niet verspelen in, uh, eh, in die strijd naar het kampioenschap toe. Alleen dat zal, uh, net zoals die andere wedstrijden, niet makkelijk worden. Zit Anja gewoon weer bij de selectie, zaden? Nou, dan gaan we even bekijken. Of dat hij in de tweede speelt, even kijken, want ik heb wat twijfelen gevallen. Dus dat moeten we nog even bekijken wie we, hè, wie we erbij halen. Tot slot hebben we een nieuw item, vragen de trainer. Dan kunnen supporters een vraag insturen voor de trainer. Ik heb een vraag gekregen van Wilbert van Twillet. In hoeverre wordt een goede overwinning, een uitoverwinning overwinning gevierd in de bus op de terugrechting? Nou, die jongens zijn over het algemeen wel, wel rustig. Er is altijd een ploeg hier wat, wat zit te pokeren. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk en dan gaat er altijd wel muziekje op. Uh, het liefste hoor ik dan ook zelf een beetje de Hollandse muziek. Nou, daar zijn de jongens ook gelukkig nog wel van. Dus ja, wat dat betreft uh, gaat de box dan wel iets harder dan, uh, dan, 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 dan bij een nederlaag. Geen Polonaise door de bus? Nee, maar in die fase zitten we ook nog helemaal niet. Het is nog zo lang allemaal. Uh, dus wat dat betreft, maar in ieder geval de sfeer. Uh, en dat is natuurlijk begrijpelijk, die is altijd beter dan na een nederlaag. En uh, zo hoort het ook. Ben je zelf dan heel ingetogen of ben je met uitgelaten daarin? Nee, nee, dan ben je alweer bezig in je hoofd met de volgende wedstrijd. En de, ja, de adrenaline gaat dan wel, wel door je heen. En wat ik, wat ik ook tegen jullie heb gezegd, dan, dan, dan haal je wel even de film terug. En door het eerste uur natuurlijk fantastisch hebben gespeeld. Met een paar hele mooie aanvallen. Dus, uh, zeker in die kleine ruimte. Ja, en wat, wat ik al heb gezegd, dat, uh, dat wil je natuurlijk graag zien als trainer. Want uh, kom er maar doorheen tegen zo'n tegenstander die verdedigend speelt. Nou, daar hebben we het al eerder over gehad. Hè, dat, dat dat het moeilijkste is uh, in, in de voetbal om tegen een gesloten verdediging doorheen te komen. Nou, en dat vind ik wel dat we op de goede weg zijn. Dankjewel je Succes, Hata.